God komt alle eer en alle glorie toe. Maar hoe kunnen wij God alle eer en glorie geven? Hoe kunnen wij dit doel van de mens, dit doel dat God met jouw leven heeft, God alle eer en glorie brengen? Hoe kun je dat eigenlijk in de praktijk toepassen? Hoe kan je daartoe gedreven worden? Wel, ik denk dat het alleen maar kan door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest in je te hebben. En dan is een hele belangrijke vraag. Hoe kom je aan de Heilige Geest? Hoe komt de Heilige Geest in je? Wel, daar schrijft Paulus ook over aan de brief aan Efeze. Efeze 1, vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus toen u het woord van de waarheid gehoord heeft, toen u het evangelie heeft gehoord en het hebt geloofd, bent u verzekerd met de Heilige Geest. En dan schrijft Paulus daar nog een keer over in 1 Korinthe 12. Hij schrijft hier aan de gemeente in de Korinthe, een gemeente die bekend stond om haar zedeloosheid, om haar partijschap, om haar ruzie. En toch schrijft hij hier aan allen in die gemeente, aan allen in de kerk van Efeze. En dan zegt hij, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus Paulus zegt hier, wij allen hebben dezelfde geest. Allemaal, alle mensen in Korinthe. En in Efeze schreef hij dat iedereen die het woord van de waarheid heeft gehoord en het heeft geloofd, ontvangt de Heilige Geest. En wat doet die Heilige Geest dan in je? Wat is eigenlijk zijn primaire, zijn belangrijkste, zijn kerntaak? Wel, als de Heer Jezus over de Heilige Geest spreekt in Johannes 14 tot en met 16, dan zegt hij, als de trooster komt, als de geest van de waarheid komt, als de Heilige Geest komt, dan zal die van mij getuigen. Hij getuigt dus van het werk van Jezus. En zegt de Heer Jezus later, die geest die zal mij verheerlijken. Met andere woorden, de Heilige Geest zal niet zichzelf verheerlijken, zal niet de mens verheerlijken. Nee, hij zal Jezus verheerlijken, de mensenzoon of de mens zal hij verheerlijken. Hij zal Jezus verheerlijken. En waarom? Uiteraard omdat alle dingen voor hem en door hem gemaakt zijn. Paulus die schrijft dit misschien nog wel het meest duidelijk in de brief aan de Efeze. Daar schrijft Paulus over wat er gebeurt als je de Heilige Geest in je hebt. Hij roept hier de christenen op om vervuld te worden van de Heilige Geest. Daar bedoelt hij niet mee dat hij oproept om te streven om de Heilige Geest te ontvangen. Nee, want die heb je ontvangen toen je tot geloof kwam. Toen je het evangelie hebt gehoord en het hebt geloofd. Toen ben je verzegeld met de Heilige Geest. Dan heb je als het ware het eigendomskenmerk van de Geest gekregen. Maar hier zegt Paulus, strek je ernaar uit om helemaal gevuld te worden met de Geest. En dan zegt hij, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Met andere woorden, als je de Heilige Geest in je hebt, dan kom je tot je doel. Namelijk God de glorie en God de eer brengen. Door voor de Heere te zingen en hem te loven in je hart.